ben 11 jaar en ik voetbal bij Polster. Waarom ben je keeper geworden? In het dorp voetbalde dus ook al heel veel. En ik wist gelijk, ik ging een keertje meedoen en ik wist gelijk al wat ik wou doen. Keepen. En wat vind je zo leuk aan keepen? Duiken, springen, vliegen, alles wel. In plassen duiken. Hey, hoe lang ben je al keeper? 2,5 jaar, volgens mij. Ja. Hoe denk je nou dat je beter kunt worden als keeper? Heel veel gaan trainen en ook gewoon met de groep mee kan doen. Wie vind jij nou een goede keeper als je wel op tv kijkt? Manuel Neuer, denk ik wel. Die vind ik wel heel goed. Ja. En wat vind je zo goed aan Manuel Neuer? Die kan heel goed meevoetballen en als er een counter komt voor bijvoorbeeld de tegenpartij, dan staat hij gewoon al ongeveer op de middenlijn. Dat vind ik wel heel goed aan hem. Ja, dat hij goed mee kan voetballen. Ja. Ik sta hier met Stefan, de vader van Cas. Stefan, je hebt je zoon opgegeven voor de keeperschool bij ons in Groningen. Waarom? Waarom? We vinden zelf, niet alleen ik, ook van VV Polster, dat Cas een getalenteerde keeper is. En we hebben wat gezocht op internet en we kwamen uit voor een goede keeperschool. En we zijn bij Groningen uitgekomen en we hopen dat hij daar nog heel veel op gaat steken. En dan speel je liefst op gras of op kunstgras? Kunstgras, ja. Oké, maar hier ligt toch geen kunstgras als ik het zo bekijk? Nee. Nee. Dit is gewoon zand eigenlijk. Ja, ja, er is van de week heel veel zand opgelegd. En daar ben ik niet zo blij mee. Ik kan me goed voorstellen. Je bent natuurlijk keeper. Ja. Je hebt ook handschoenen. Ja. Heb jij voorkeur voor soort handschoenen? Zelfs. Ja, maar ik doe nu even zelfs, maar meestal heb ik gewoon Ulsport. En heb jij dan met vingersafe of zonder vingersafe? Dit keer heb ik zonder, want sommige handschoenen van Ulsport zijn heel krapjes. En dat vind ik niet zo fijn voor mijn grip, ook voor mijn balgevoel. Heb je ook keeperstraining op je club? Ja, dat is van Jacob van Dam. Dat is altijd maandag, als het mooi weer is. Heb jij voorkeur voor tenue wat je aan hebt als keeper? Ja, ik draag nu Adidas. Dat kunnen we zien. Ja. En ik vind het wel lekker zitten. En hier zitten ook van die luchtgaatjes. Dat vind ik wel fijn. Wat is nou voor een keeper heel erg belangrijk? Dat je goed mee kan voetballen en goed kan coachen. En ja, goed balgevoel hebt.